voor je ziel vertoeven is. Nou, daar heb je natuurlijk natuur voor nodig, daar heb je mensen voor nodig, daar heb je stilte voor nodig, daar heb je soms heel veel geluid voor nodig. Natuur is mij altijd een hele grote spiegel, die laat mij iets zien wat ik soms van mezelf vergeten ben. Andere mensen ook, eten ook. Ik denk, ja, het beste gesprek heb ik altijd tijdens aardappels schillen. En helemaal als hele lekkere aardappels zijn. We zijn hier op een plek met een tuinderij, voedselbos, moestuinvereniging. Straks komt hier een openbaar erf. Komt hier een gebouw met een theehuis, met een ruimte voor dagbesteding, voor activering en een hele mooie zaal. Ja, we bouwen echt aan een pleisterplaats, broedplaats, groene plek. We hebben de naam nog niet gevonden, maar dit is het. Nou, jullie zijn hier getuigen van. Hartstikke mooi. Ja, wat kan ik nog zeggen? Misschien praktisch. We gaan, ik denk, naar het bouwvak bouwen. Als je hier volgend jaar bent, ga je lekker een kopje koffie, een kopje thee komen drinken. Taartje erbij. Moestuinlunch. Heb je vragen? Schiet me aan. En geniet van deze prachtige dag. En hulde aan alle medewerkers, vrijwilligers, zelfoogsters, ambtenaren die het mogelijk hebben gemaakt, bedrijven die mee hebben gedaan. Dit is tot stand gekomen met heel veel handen, heel veel inzet, heel veel doorzettingsvermogen. Vallen, opstaan, nog een keer vallen, oh, nog een keer, ja, en daar staan we weer met elkaar. Dus applaus voor iedereen. Ik heb geen kans.